En voormalig bondscoach Kees Regvers is op 97-jarige leeftijd overleden. Vanuit mijn oogpunt zie ik dat hij wordt beschouwd als de eerste Nederlandse speler die punten behaalt bij de ballon door verkiezingen. Zijn ongrijbaarheid leverde hem de bijnaam La Trottinette, Vistep, op in Saint etienne hij is bij ons vooral bekend als trainer van FC Twente en Eindhoven en als bondscoach die de generatie van '88 heeft gesticht. Rijvers was een van de eerste Nederlanders die voor een professionele carrière in het buitenland koos. Hij speelde in de jaren '40, '50 en '60 voor de Franse clubs Saint-Étienne en Feyenoord. In totaal speelde Rijvers 33 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Daar maakte hij samen met Vas Wilkes en A.B. Lijnstra deel uit van het Gouden Binnentrio. Sinds 2018 is hij de oudste nog levende oud-international van het Nederlands elftal. Ook als coach heeft Rijvers een legendarische status verworven. Hij maakte PSV groot door drie landstitels 1975, 1976, 1978, en de UEFA Cup 1978, de eerste Europese titel van de club, te winnen. Maar hij wordt ook gezien als een van de minst succesvolle bondscoaches ooit van het Nederlands elftal. Regvers werd in 1981 aangesteld en miste met het Nederlands elftal het WK van 1982 en het EK van 1984. Nederland miste het laatste toernooi mede door de omstreden 12-1 zegen van Spanje op Malta. Maar ook Frank Rijkaard, Ruud Gullet, Ronald Koeman en Marco van Basten debuteerden onder Regvers. Hij verliet Zest in 1984.